Een FirePro dat is een revolutionair blusmiddel. Een blusmiddel dat komt uit de ruimtevaart en is geschikt gemaakt voor de markt. Onder andere voor de schepen waar we nu zijn. Dat is een blusmiddel specifiek voor machinekamers waar we nu staan. Of schakelkasten. Daar waar de brand begint, wordt de brand ook binnen 10 tot 15 seconden geblust. Nou, hoofdzakelijk wat wij leveren dat zijn brandblusmiddelen. Dus, maar dan vast opgestelde systemen. Dan moet je voorstellen, er ontstaat een brand, er wordt een brand gedetecteerd. Dat gaat naar een centrale toe. De centrale geeft een seintje aan het blussysteem en het blussysteem wordt geactiveerd. In principe kan iedereen bij ons terecht. Van een particulier, oplopend tot ministeries, petrochemie, industrie. Dus eigenlijk een heel breed scala van toepassing heeft het. Als we denken aan een brand, dan weten we dat een brand is zeer gevaarlijk. Het is dus ook enorm belangrijk dat alle toepassingen, dat die van tevoren goed getest zijn en goed onderzocht zijn. Zodat we zeker weten dat als we ergens een blussysteem gaan toepassen, dat het ook werkt als de brand is. En zeker aan boord van schepen, want dan kunnen we niet zomaar even afstappen en weglopen. We zijn hier aan boord van een van de schepen van de Speedo uit Rotterdam. Daar hebben wij de brandblusinstallatie verzorgd, welke allemaal gebouwd zijn volgens de huidige wet- en regelgeving. En met name om de veiligheid aan boord te optimaliseren. Het is heel fijn dat een partij als FirePro gewoon je eigenlijk alles uit de handen neemt en alles voor je regelt. Dus van installatie tot aflevering, service, onderhoud. Dat is een heel groot voordeel. Daarbuiten hebben we ook bewust voor een aerosolsysteem gekozen. Uiteraard ook voor mens en milieu. We zijn als bedrijf ook heel erg bezig met het milieu, met de natuur, met de haven, om alles zo gezond mogelijk en in balans te houden. En deze aerosolen blusstof die is natuurlijk niet schadelijk voor mens en dier. En dat is voor ons het grote voordeel, dat wij ons eigenlijk geen zorgen hoeven te maken over het welzijn van de gasten die we aan boord hebben. Nou, buiten het milieuverhaal is natuurlijk ook de kosten een belangrijke afweging om mee te nemen. En bedrijven willen natuurlijk zo min mogelijk kosten uitgeven, uiteraard. Maar dit systeem heeft als voordeel dat de total cost of ownership heel erg voordelig is, omdat dit systeem een twee keer zo lange levensduur heeft als de traditionele systemen. Het onderhoud van het systeem is veel minder als traditionele systemen, wat natuurlijk ook weer scheelt in kosten. En uiteindelijk aan het eind van de rit, omdat je twee keer zo lang met dit systeem doet, zijn de kosten natuurlijk ook veel lager.